Het theaterseizoen 2018-2019 is bekend! Vandaag een nieuwe aflevering van Agenda Tip, helemaal in het teken van de Nederlandse theaters! Ja, de heel veel theaters, 101 theaters in Nederland hebben we ongeveer. En die hebben allemaal hun programma bekendgemaakt voor het komende theaterseizoen. Het wordt weer smullen. Ik heb hier toevallig 2 boekjes, maar ik verwacht er nog een stuk of 3 of 4 van verschillende theaters. Ik ben groot theaterfan, maar ik vind het dan ook toch wel leuk om te kijken wat voor kindervoorstellingen in het theater zijn. En in deze video gaan we het een keertje helemaal anders doen, want normaal gaan we natuurlijk agenda tips geven. En dan gaat het over van alles, maar in deze aflevering gaat het compleet over het nieuwe theaterseizoen. Dus de agenda tip voor de komende kindervoorstellingen van het seizoen 2018-2019. Dat hoorde je niet, hè? Nee, dat hoorde je niet. Ik liet even de boekjes vallen. Ik dacht, nou leuk, ik ga even opzoeken wat voor komende kindervoorstellingen er zijn in het volgende seizoen. En ik denk, nou dat onthoud ik wel, dat is geen probleem. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, ik moet toch echt even gaan spieken op mijn briefje. Want het zijn er maar liefst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Heel veel. Stuk of 17 heb ik er maar opgeschreven. Toen ben ik maar gestopt met schrijven. Want er zijn er zoveel het komende seizoen. Dat het eigenlijk gekke werk is om ze allemaal bij te houden en op te schrijven. Maar dit zijn misschien wel de allerbelangrijkste en de grootste voorstellingen die gaan komen bij jou in de buurt. In het theater. Ik ga hem wel even oplezen, dan hebben we ze allemaal op een rijtje. Schrijf je mee? Heel goed. Oké. We hebben de Smurfen de Musical. Hey, daar heb ik het toevallig vorige keer over verteld. We hebben de Kleine Zeemermin. We hebben Peppa Pig. We hebben het Zandkasteel. En we hebben Juf Roos gaat op vakantie. Dat schijnt een heel groot YouTube kanaal te zijn. En echt een soort YouTube hit geweest het afgelopen jaar. Ze hebben 76.000 abonnees. En het is belevende spannende avonturen met Juf Roos. En ze zingen liedjes en zo. En ze doen met z'n tweeën. Dus Juf Roos en dan nog iemand erbij. Dus het schijnt een heel leuk kanaal te zijn. Heel veel kinderen kijken er ook naar. Dus die gaan nu voor het eerst in het theater. Ze gaan dus op vakantie. Ja, ze gaan ook naar het theater. Maar ze gaan dus ook op vakantie. Ja. Aladdin. Freek Vonk, live, op wereldreis. Je gaat dan niet letterlijk mee op wereldreis, hoor. Niet dat je denkt, oh leuk, ga op wereldreis. Nee, je gaat wel naar het theater en daar ga je als het ware mee op wereldreis. Dus het lijkt net alsof je meegaat op wereldreis. Dan hebben we de Efteling die met een musical komt. En dat heet Sprookjesprokkelaar. Leuk. Ik heb het nog niet gezien, maar lijkt me heel erg interessant. Masha de Beer, Boomba Show. Alone Home. Ja, het zou je bijna zeggen dat het Home Alone is, maar het is Alone Home. Het is wel, of het heeft wel, te maken met de beroemde films Home Alone. Dus daar schijnt het wel over te gaan. Ernst Bommel en de rest. Dikkie Dik. En ik. Nee, ik niet dan, hè. Dus niet dat je denkt dat ik ga. Nee, Dikkie Dik. En ik. Zo heet de voorstelling. En Wereldbetermakers. Van Jochem van Gelder. Wereldbetermakers. Oh, klinkt mooi. Toms Magische Speelgoedwinkel. Oh, klinkt ook heel magisch. Dat is normaal met een magische voorstelling. En Woezel en Pip. En de Tijdmachine. Ja, daar kunnen we volgens mij niet overheen. Dat het om omheen de Woezel en Pip. Dat gaat als een raket natuurlijk. Nou, nu gaan ze dan met de Tijdmachine. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus nog één keer. Kort en snel achter elkaar de voorstelling. Je kan het waarschijnlijk ook in de beschrijving lezen welke voorstellingen er onder andere komen. En dan heb ik er misschien nog wel een paar gemist hoor. Dus klop me niet aan op de deur of ga me geen boze mail te sturen. Maar oh, je hebt die en die gemist. Dit waren de voorstellingen die wel vrij veel in het seizoen voorkomen. Dus in bijna alle theaters, bijna dat is misschien wel heel overdreven, maar een heel groot deel van de theaters gaan spelen. Dus goed, nog één keer. De Smurfen de Musical, de Kleine Zeemermin, Peppa Pig, het Zandkasteel, Juf Roos gaat op vakantie, Aladdin, Freek Vonk live op de wereldreis, Efteling, Sprookjesprokkelaar, Masha de Beer, Boomba Show,
Home Alone, of althans Alone Home. Ernst, Bobby en de rest, Dickie en ik, wereldbetermakers van Jochem Geldig en Tom's Magische Speelgoedwinkel, Woesel en Pip en de Tijdmachine. Nou, bomvol theaterseizoen. En theaterseizoen is volgens mij dit jaar echt boven verwachting vol. Dus ja, je kan je bijna elke week volgens mij wel vermaken in het theater. En heb je dan kinderen of ga je wel eens vaak op pad met kinderen, opa's en oma's, nou ja. Van alles wat er is, dus weer een bomvol mooi theaterseizoen met allemaal hele toffe kindervoorstellingen. En ik heb er heel veel zin in dit komende seizoen. En nou, er staan allemaal een paar op het lijstje waar ik eigenlijk stiekem toch wel heel erg benieuwd naar ben. Dus wie weet ga ik ook wel eens even een voorstelling bezoeken. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het heel erg leuk om deze te maken. Je hoort het misschien al op de achtergrond. Er wordt weer gepinkt en gebonkt. Dus ik moet weer verder. Maar ik vond het eventjes belangrijk om dit in ieder geval te laten zien dat het theaterseizoen weer bomvol zit. En dan zie ik jullie graag tot de volgende video, zoals ze dat zeggen. Doei doei!